En ik volg mijn eigen man wel weer. Waarom doe je hem nou weer op slot? Nee, ik had hem al open en gemaakt. Dank je. Even kijken wat voor weer het morgen is. En anders ook een mooie bloemetjes jumpsuit aan. Ik hoop dat hij mij morgen geluk gaat brengen. Ja, ik hoop het wel. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 19 juni 2022 en het is 2:30 in de middag. Ja, ik ga sowieso vandaag, heb ik weer rijles. Ja. Wat denk jij? Ik kom er even bij. Nee, is goed hoor, schat. Vent. Hey, kerel. Oh, hey. Dus, maar ja, wat ik al zei. Ik heb rijles weer vandaag van Ella. Ik ga mijn dingetje even schoonmaken, want hij blijft niet plakken. Dus, of ik moet even aan mijn liefdallige buurman vragen van... Hoe blijft hij plakken? Want hij blijft niet plakken. En ik heb hier een scheurtje bij mijn lip. Dat is ook niet heel erg handig. Maar oké, okay, wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja. Oh, mannen. Logica van een man. Het zal allemaal wel. Ik weet het even allemaal niet. Het zal wel. Hij moet zelf maar even kijken. Moet hij zelf maar even aanbellen. En bij de buurman. Ja, lijkt me een hele handige. Rodi komt er al aan. Ja. En ik volg mijn eigen man wel weer. We gaan weer naar de bak zoals altijd. Even kijken of er wat is. Nou, joehoe, dat is veel. Jeetje, Mina. Hallo. Nou, dat is wel heel veel hoor. Heel veel. Drie. Ja, nou, dat is wel heel veel. Wat? Is toch handig, of niet dan? Hè? Heel handig. Nat. En dan sta je dus in de Jumbo. Dan wil Rodus namelijk lekker gemberbolletjes. Maar de gemberbolletjes zijn er niet. Maar hij wil weer vervangen producten. Ja, dit is weer top van de Jumbo. Top. Geen bolletjes. Geen bolletjes, maar wel siroop. Ja, siroop. Ook lekker. Ja, daarom. AED. Ja, we zijn er nou niet. Sorry. Excusez-moi. Zeg maar. Ik heb ook mijn vrije tijd. Ja. Ik ben daar helemaal niet. Nee, dat weet ik wel. I know. Ja, ha. In de buurt sturen naar het gezicht. Ja, precies. Nee, dat weet ik wel. Klaar. Dank u. Ja, sorry, ik kap je even af. Maar ik heb ook eventjes een straatnaam genoemd. Wat ik eigenlijk had niet had moeten doen. Dus, dank u wel. Dan moet ik toch eventjes onder mimen. Scheelt weer. Piep. Ja. Dus, had jij nog wat meer nodig dan dit? Of? Nee, ja. Even kijken, hoe duur is dit op dit moment? Eens even kijken. Schat, je loopt te snel. Lieve schat. Hallo. Je loopt te snel op dit moment, want ik ben aan het kijken hier. Lieve schat, kun je even bij me komen alsjeblieft? Lieve schat. Kijk, dat is dus wat ik bedoel. En dan blijft meneer heel langzaam. En laat nooit mijn kar alleen, alsjeblieft. Nee, onze kar, alsjeblieft. Laat die nooit alleen. Ik kan daar heel slecht tegen. Op mensen die dus alleen laten, hè. Want dan kunnen mensen dus ook... Oh, maar... Even, schat, even. Mag ik even alsjeblieft? Ja, schat, alsjeblieft. Mag ik even bij? Alleen... Ja, je mag erbij. Ja, maar, ik wil wat even met je overleggen, alsjeblieft. Overleggen. Schat, alsjeblieft. Kun je alsjeblieft even niet zo irritant doen? Welke zullen we voor de handjes halen, alsjeblieft? Ja, schat, alsjeblieft. Welke? Welke?
Kijk dan even welke het is, alsjeblieft. Dat is een beetje duur, hè, lieve schat? Ik vraag aan jou. Mag mijn hondje er ook wel wat hebben? Die goedkoop. Laat maar. Laat maar. Ik krijg ook niet echt een normaal antwoord van Ro. Dus dan laat ik het maar, hè. Nou, en nu zien jullie ook hoe Ro dus af en toe kennen kan wezen. Vervelend. Ja. Ook mannen kunnen soms gewoon vervelend wezen. Nou, Ro die loopt dus nu de andere kant op. Laat hem lekker gaan. Ja, ook Ro die kan soms vervelend zijn. Ik niet altijd hoor, maar ik kan ook vervelend wezen. Ja, dat zeg ik eerlijk. Maar ik niet altijd. Alleen Ro ook. En toen waren de boodschappen alweer binnen. Ja. En dan moet ik even weer de auto gaan zoeken. Ook handig, leuk. Fijn. Dat is leuk om auto's zoeken. Maar zo erg is dat niet hoor, auto's zoeken. Ik weet toch wel waar we de auto hebben. Scheelt weer, kijk, daar heb ik hem alweer. Dus, kijk, even jullie zo doen. Pak ik het wel. Pak ik de sleutel. Dat kan al open. Zo. Ook erg handig. De auto al open hebben. Ja. Niet. Waarom doe je hem nou weer op slot? Nee, ik had hem al open en gemaakt. Dank je. Ja. Ik was net even iets eerder met openmaken, schat. Ik zag maar in één keer dat hij weer knipperde. Dus en dat. En dat aan Ro dus een dingetje ging knipperen in dat rode lampje van Ro, zeg maar. Dus dan is hij dus gewoon op slot. Maar ja, maakt niet uit. Waarom dacht je dat hij op slot was? Dacht ik niet. Nou, nee. Ik liep er al, zeg maar. Dus ik had de auto even alvast van slot gedaan. En ik loop verder en ik zie weer die dingen knipperen. En ik zie dat dus bij jouw deur, dat rode dingetje weer in één keer aan gaat knipperen. Oh, ik denk, hé, daar let ik dus nu op. Helemaal goed. Ja, goed hè. Wil je nog wat vertellen tegen de kijkers, alsjeblieft? Nee, hè? Nee, niet. Hoezo niet? Ben jij lekker saai zeg? Heel saai. Ja. Saai Jimmy. Saaie Jimmy, hoe kom je daar nou weer bij? Saaie Jimmy. Oh, Jimmy. Wat is Jimmy nou weer dan? Saaie Jimmy. Ja, maar vertel, wat is dat? De Jimmy, dat lijkt op saai. Ik hoop dat hij eigenlijk blijft staan. Parkeren, dat is handig. Ja, maar ik hoop dat hij blijft staan trouwens, overigens. Nee. Dat is leuk. Maar heb je daar last van nu, of niet? Ja, nee, hè? Heel veel last. Ah, wel nee. Ik ben niet door het klein stukje eruit kijken. Ah, schijt eruit, joh, gek. Een Seat. Een K584FG. Dat is handig. Hij zegt altijd. Kan hij rijden, maar wil hij hier parkeren? Nou, dan niet. Het is nog plek. Dan gaat hij daar helemaal omheen rijden. Ja, dat is toch handig? Wist je dat nog niet? Nee, dat wist ik niet. Nee, nou jammer dan voor jou. Maar jullie gaan zo meteen weer Ella zien. Ja, Ella. Ella? Ella. Ellen. Nee, niet Ellen. Ella. E-L-L-A. Ella. Nee, Ella. Moet je het wel even serieus doen, schat. Ella, juist, dank je. L-E. Nee, niet L-E. Oh, sorry Ella, maar dat is Ro. Ja, dan moet je daar maar even tegen kunnen. Maar ik denk wel dat je dat daar en dat tegen kan. Ja. Zo. En even Urko aan. Doorrijden. Ja. Gisteren heb ik op mijn eigen route mogen bepalen van Brazil. Ik heb ik namelijk de hele A44 gedaan. Oké, gezellig. Ja. Lissen erbij en gepakt.
Lisse? Ja. Okay. Ja. Ik mocht mijn groeten bepalen, dus ja, dan ga ik het ook doen ook. Ja, zeker. Maar de snelweg die gaat nu goed, hè, bij mij, hè? Ja? Maar ja, beter. Kijk, en hier zie je echt helemaal niks. Zo, dat is mijn dagje ook wel. Hè. Ik ga ook zometeen even lekker rusten. Morgen is een hele belangrijke dag. Ja, het is alles of niets voor mij morgen. Ja, zenuwachtig? Nog niet. Misschien komt dat wel, maar ja. Vorige week was ik wel zenuwachtig. Ja, dat konden jullie ook aan mijn stem horen. Maar op dit moment niet. Ik ga zo meteen eerst even lekker aan mezelf denken. Dus ik ga zo meteen lekker eventjes slapen. Maar ik ga eerst even nog Gio even afkijken. Met we staan voor een moeilijke keuze op vakantie. En daarna ga ik even lekker op bed liggen. Ja, eens even kijken of ik nog mijn haar wil vergen voor die avond. Nee, dan is ook alweer dan... Weer een beetje rooier dan op dat moment. Ik denk het als wel. Maar rood is niet lelijk. Nee. Dus, maar het is mijn dagje wel weer, zeg maar. Ja. En dat maakt niet uit. Als het maar gezellig was. Daar gaat het om. En het was ook gezellig. Ja. 12:15 in de nacht. Een laatste rondje. En dan doe ik ze bij Ro. Ik heb overleg gehad met Ro. Ro die vindt het niet erg. Dus... Dus ja, dus Rodi vindt het inderdaad niet erg. Om even daar gelijk op terug te komen. Dus ja. En dan ga ik ook zo meteen nog even lekker onder de douche. Maar dat horen jullie zo meteen wel van mij. Nou, inderdaad, hun laatste rondje voor vandaag. En dan doe ik ze inderdaad zo meteen lekker bij Rowan huis. Dan loop ik alleen naar huis weer. En dan ga ik even mijn haar even doen. Even weer een beetje bijwerken met rood. Dat ik er een beetje beter uitzie. Even kijken wat voor weer het morgen is. En anders ook mijn mooie bloemetjes jumpsuit aan. Ik hoop dat die mij morgen geluk gaat brengen. Ja, ik hoop het wel. Dus, maar dat zien we allemaal morgen wel. Dat horen jullie morgen wel. Ik ga daar nou nog helemaal niks over zeggen. Dan hoop ik dat jullie mij ook begrijpen waarom het zo weinig, dat ik zoveel weg ben geweest om even ook mijn rust te pakken, et cetera. Maar dat horen jullie en zien jullie morgen maar weer. Maar eerst ga ik jullie even lekker de hondjes verder uitlaten en dan zie ik jullie zo meteen nog even thuis. Weet je wat lekker is, jongens? Om gewoon deze uit te doen. Dan denk je, waarom deze uit? Nou... Ik loop lekker over straat. Gewoon lekker op mijn blote voetjes. Dat is trouwens ook gaaf, trouwens dit. Leuk. Leuk. Nee, maar wat ik al zeg. Gewoon lekker zo over straat heen te lopen. En dan niet over die rottegels. Maar gewoon lekker zo over die gladde tegels. Lekker over straat heen te lopen. Ja, en nou heb ik nog geen honden bij me. Rrr. En daar ligt deze dame dan weer lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!